Sterke wijken, waar mensen zich prettig voelen. Goed samenleven en elkaar ondersteunen als dat nodig is. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? In het meerjarig project Wij in de Wijk zoekt Movisie naar antwoorden op deze vraag. We organiseren reflectiesessies met mensen uit het veld. We zorgen publicaties met inspirerende praktijkvoorbeelden. En we organiseren podcastseries waarin betrokkenen van interessante initiatieven hun ervaringen delen. Hartelijk welkom bij deze vierde en voorlopig laatste aflevering van onze podcastserie Wij in de Wijk. Werken aan prettige en leefbare wijken en buurten. In deze serie gaan we in gesprek met drijvende krachten en betrokken professionals die alles uit de kast halen om prettig samenwonen en leven van alle inwoners van wijk en buurt mogelijk te maken. Mijn naam is Jasper van der Kamp van Movisie en samen met mijn collega Lou Repetuur gaan we in gesprek met mensen die betrokken zijn bij Kijk in de Kernen in Voorst. Welkom Lou. Ja, dankjewel Jasper. Te gast zijn Chris Frenke, coördinator maatschappelijke initiatieven van de gemeente Voorst, en Guus Kroes, buurtsportcoach en inwoner van Mens en Welzijn in Voorst. Chris, kun jij beginnen met jezelf voor te stellen? Zeker, leuk om hier te zijn. Ik ben dus Chris Frenke. Ik werk nu 2 jaar bij de gemeente Voorst. Ik kom eigenlijk uit Limburg, maar ja, de liefde heeft me naar Gelderland gebracht. Dus ik werk heel graag samen met mensen aan fijne, prettige buurten. Dat heb ik eerst gedaan bij een andere gemeente in de Achterhoek en dan nu bij de mooie gemeente Voorst. Ik ben 31. Ja, top, dankjewel. Guus, wil jij jezelf dan ook eens voorstellen? Ja, ook bedankt dat ik hier mag zijn. Hartstikke leuk. Guus Kroes, zoals jij, 32 jaar, geboren en getogen in de gemeente Voorst, in het dorpje Willep om precies te zijn. Een van de 12 kernen uit de gemeente. Sinds september 2018 werkzaam bij de lokale welzijnsorganisatie in de rol van buurtsportcoach. Maar dat het niet alleen maar te maken heeft met sporten, zweten, trainingspakje aan en bewegen. Mm-hmm. Dat bewijst maar dat ik hier zit. Want kijken in de kernen is een van de dingen waar ik me ook mee bezig hou. Ja, je woont al heel lang in Voorst of in Wilp. Kun je wat meer vertellen over de gemeente Voorst? Hoe ziet die eruit? Hoe ziet hij eruit? Ja, het is qua oppervlakte een vrij grote gemeente, volgens mij wel. Een van de grotere van Nederland. Maar qua inwonersaantal zijn we dan weer niet zo groot. Kijk even naar Chris, maar zo 26.000 inwoners. Nou, bijna 25.000. Bijna 25.000, ja. Excuus. Ja. Ja. En verdeeld over hoeveel dorpen? 12 ja. Kernen, ja, en dan daarnaast nog een paar buurtschappen, hè, want die hebben nog geen, niet, zijn niet een officieel een dorp. Zodoende valt wel te typeren als een plattelandsgemeente, mm-hmm. denk ik. Aan de Noordoost Gelderland, liggend aan de IJssel, aan de IJssel enerzijds en bijna de Veluwe anderzijds. Nou, ja. Dankjewel. En nu dan Kijk in de Kernen. Chris, wat is Kijk in de Kernen en hoe is het zo gekomen? Nou, Kijk in de Kernen is een digitaal doosplein. Dus ook gewoon een website, hè? kijkindekernen.nl. Website. Ja. Op Kijk in de Kernen kun je als inwoner van alles doen. Dus een nieuwsberichtje plaatsen, staan een agenda op, vraag en aanbod, vrijwilligersvacatures kunnen er worden geplaatst. Er staat een sociale kaart op sinds vorig jaar. Dus ja, het is echt het online dorpsplein voor alle 12 dorpen in de gemeente Voorst. En hoe is het gestart? Ja, Guus was daarbij. Oh, Guus, vertel dan. Dat is door de voorganger van Chris geïnitieerd. Bas van der Hoge was zijn naam. En volgens mij kwam er vanuit verschillende organisaties de wens eigenlijk voor één krachtig sociaal-maatschappelijk platform. Informatie was veelal versnipperd. En vanuit die wens is de voorganger van Chris gaan zoeken. En uiteindelijk bij mijn buurtje terechtgekomen. Mm-hmm. En mijn buurtje is eigenlijk het bedrijf achter het platform. Ja, ja. Ja, en een sociale onderneming uit Nijmegen. Ja. En zij hebben ondertussen volgens mij bijna 100 van dit soort dorpspleinen, zeg maar. Ja, en jouw voorganger die kwam dus met dit idee. Die merkte van dit is nodig. Ja. Waar merkte hij het aan dat dit nodig was? Ja, er kwam inderdaad ook een vraag vanuit de verschillende dorpen om samen één website te hebben, zeg maar. Ja. Hè, waar
Maar ja, waar was het gevoel dan? Wilden ze verbondenheid voelen met die 12 kernen? Of was het juist iets anders? Waar kwam dat gevoel vandaan dan? Wat wilden ze? Ja, ik denk inderdaad dat wel dat mee heeft gespeeld. Een verbondenheid tussen de dorpen. En ook iets waar mensen kunnen zien wat in het andere dorp gebeurt. Hè? Dat je elkaar een beetje kunt inspireren. Dus dat heeft zeker wel meegespeeld. Het is een soort van grotere gemeenschap binnen al die kleine gemeenschapjes die er natuurlijk zijn in die 12 kernen. Ja. 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 Oké. Ja, en ook echt het versterken van de informatievoorziening, hè, die er is. Ja. We hadden ervoor verschillende platformen. En het werkt gewoon veel beter als je één krachtig bekend platform hebt. Ja, ja. Is dat zo? Hè? Want merken jullie dat veel beter werkt? Dat denk ik wel, ja. En waar merk je het aan? Ja, kijk, ik heb natuurlijk daarvoor, in die situatie daarvoor, daar ben ik op zich niet zo heel erg mee bekend. Dat referentiekader heb ik niet, maar ik weet wel dat dit, ik zie wel in de praktijk dat dit werkt. En waar zie je het aan? Gewoon concrete dingen die het heeft opgeleverd, matches die het heeft opgeleverd, bijvoorbeeld hulpvragen die via kijken in de kernen zijn opgelost. Dat zijn, ja, zeker in coronatijd bijvoorbeeld, waar zijn het hele mooie voorbeelden. Heb je een mooi voorbeeld van zo'n hulpvraag? In eerste instantie, ik denk meteen aan die ook in jullie Wij in de Wijk is genoemd. Hè? Iemand die een schaakmaatje zocht. Daarnaast hebben wij bij Mensen en Welzijn een maatjesproject. Dus maatjeskoppelingen, die zijn bij ons aan de orde van de dag. En die worden veelal opgevuld dankzij Kijk in de Kernen. Of via Kijk in de Kernen, ja. Ja. Nou, maar het is wel grappig, want je hebt het idee dat in die dorpskernen zeker met 25.000 inwoners in totaal, dat mensen elkaar toch heel snel moeten kennen. En dat je je afvraagt van waarom hebben ze nou een digitaal dorpsplein nodig? Want ze hebben 12 kleine dorpspleinen. Ja. Dus waarom dat digitale dorpsplein? Ja, nou ja, goed. We zagen wel, sommige dorpen die hebben hun eigen kanalen al. Hè? En dat moet ook zo blijven. Eigen nieuwsbrieven, eigen Facebookpagina. Maar toch, ja, toch een plek waar dingen samenkomen, zeg maar. Daar is gewoon behoefte aan. Ja, dus dan hebben ze dus wel in die eigen dorpspleinen, daar hebben ze al contact. Maar dus het is lastiger, zeker als jullie een van de grootste fysieke plekken zijn, hè, om dan dat bij elkaar te zoeken. Ja, daar proberen we als gemeente natuurlijk ook wel op in te zetten. Hè. We hebben een beleid dat wij in de dorpen ondersteunen met de dorpscontactpersonen. Dat zijn dus eigenlijk mensen die in opdracht van de dorpsbelangenorganisatie aan het werk zijn om te verbinden in het dorp. En met die dorpscontactpersonen zitten we ook weer maandelijks om tafel. Guus is toevallig ook dorpscontactpersoon voor het dorp Wilp. Nog een pet. Ja. Nog een pet. En op dat niveau praten we wel met elkaar. En ja, goed, dat doen we ook met het dorpenplatform. Dan komen ook nog collega's van de gemeente erbij. De besturen van de dorpsbelangenorganisaties komen er dan bij. Ik vind het wel mooi, ook die functie van dorpsondersteuner. Hoe maak jij in jouw verschillende rollen, je bent inwoner, je bent dorpsondersteuner, buurtspotcoach, hoe maak jij gebruik van Kijk in de Kernen? Het komt eigenlijk in alle drie de functies wel terug. Het is in je essen of in je externe communicatie is het gewoon voor mij een best wel belangrijk middel. En daarin gebruik ik het. Naast het voorste nieuws, wat dan een offline communicatiemiddel is. Waar je kijkt in de kernen en natuurlijk de sociale media kanalen die we hebben als online communicatiemiddel. En het is veelal hetzelfde bericht wat je verstuurt. Maar doordat je verschillende kanalen gebruikt, bereik je toch een bredere doelgroep. Ja, ik vind het ook mooi hoe ze dat in Wilp bijvoorbeeld doen met hun nieuwsbrief. Mm-hmm. Daar wordt een klein stukje, zeg maar, een intro-tekstje wordt in de nieuwsbrief gezet. En dan is het inderdaad doorklikken naar Kijk in de Kernen. Ja, en hoe gebruikt de gemeente Kijk in de Kernen? Nou ja, wij plaatsen ook onze nieuwsberichten op Kijk in de Kernen. Tenminste, nieuwsberichten die interessant zijn voor inwoners. En daarnaast, de sociale kaart wordt ook steeds meer gebruikt door mijn collega's die bezig zijn met vanuit het maatschappelijk netwerk bijvoorbeeld. Ja. Om te weten welke partijen er allemaal in de gemeente actief zijn en hoe ze die kunnen benaderen. Die sociale digitale kaart, wie houdt dat bij? Wie zorgt ervoor dat het elke keer een update plaatsvinden? Ja, wij als buurtverbinders, betrokkenen bij de website, die sturen halfjaarlijks, zeg maar, een bericht uit naar alle organisaties die staan aangemeld. En van daaruit passen de organisaties zelf hun gegevens aan. Proberen we natuurlijk altijd wel ook wel met een wervend tekstje te doen. En ja, dat werkt.
Dus daarbij koppelen we dat ook weer aan een stukje offline communicatie. Van we gaan de mail weer uitsturen, let op en pas de gegevens aan. Ja, de organisaties hebben er ook zelf veel aan als ze goed op die sociale kaart staan. Ja. We hadden vroeger een gemeentegids op papier. Mm-hmm. Nou, dit is eigenlijk de digitale variant. Ja, ja. Ja. Je hebt al verschillende keren ook het belang van die verbinding met offline genoemd. Het voorste nieuws, nu ook hier weer. Hoe zit die verhouding tussen het online dorpsplein en het echte leven, laat ik het even zo zeggen? Ja, ik denk dat die heel zichtbaar is hoor. Het voorste nieuws is inderdaad de weekkrant. Die wordt echt heel erg goed gelezen in de gemeente. Maar eigenlijk alles wat er gebeurt aan activiteiten, aan nieuwtjes, zeg maar, die komen in het voorste nieuws en steeds meer. Het is ook op kijk in de kernen. Forse Nieuws heeft zelf ook een website, maar die zijn daar wat minder actief in. En het mooie van kijk in de kern is echt dat het vanuit de inwoners en organisaties wordt gevuld, zeg maar. Ja, je geeft echt dat eigenaarschap aan die inwoners, aan die organisaties. Ja. Hoeveel inwoners weten het platform al te vinden? Gemiddeld zitten we nu maandelijks op zo'n 2600 unieke bezoekers. Ja, gemiddeld. Wanneer we echt unieke content hebben wat op de een of andere manier aanspreekt, dan zie je, dan wil het nog wel eens stijgen. Mm-hmm. Dan gaat het richting de 5000 unieke bezoekers. Maar gemiddeld, dat gaat vrij goed. Dus 10% van het geheel? 10% van alle inwoners van die 12 kernen? Ja, dat kan in de praktijk natuurlijk, of in theorie ook zo zijn, dat het mensen zijn van buiten de gemeente Voorst natuurlijk, die op het platform kijken. Ja. Dat weet ik zo niet. Maar ik ga ervan uit dat het merendeel inderdaad uit de gemeente Voorst komt. Ja, dat hoop ik wel. Ja. Hey, en hebben jullie, wat zetten jullie dan in? Want niet iedereen kan even goed lezen en schrijven. En is ook niet even digitaal vaardig. Mm-hmm. Wat zetten jullie daarvoor in om ook die mensen te bereiken? Behalve het krantje en de websites. Ja, goede vraag. Wij hebben wel contacten met de bibliotheek. En ook Senior Web bijvoorbeeld. En daar zitten vrijwilligers die helpen mensen op weg met hoe ze omgaan met de computer. En daarin hebben we ook een stukje van kijk in de kernen wat terugkomt. Een soort case die in een cursus zeg maar terugkomt. Ja. 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 En daarnaast proberen we zelf natuurlijk ook af en toe wat te vertellen over het platform. En te hopen dat mensen aansluiten. Ja, nee, maar goed, het vertellen en zullen mensen wel willen aansluiten, maar soms dus ook moeite hebben om dat digitale aspect. Ja. En als je laaggeletterd bent of problemen hebt met lezen en schrijven, dan is dat natuurlijk wel een issue. Dus als ik het goed begrijp, dan hebben jullie er eigenlijk al via de bibliotheken maken jullie een linkje. Dus gebruik je dit ook wel om mensen daarin te stimuleren? Zo kan je die digitale dorpsplein dus ook gebruiken. Ja. Ja. Dat klopt. Nou, leuk. Ja. We hadden het net over die inwoners en die, die organisaties die het platform weten te vinden. Een van die inwoners is Mariet Beekendam. En die heeft wat tegen jullie te zeggen. We gaan even luisteren. Ik ben Mariet Beekendam. Ik heb een hond die heet Lobby. Ik woon in de gemeente Voorst in de kern in Twello. Ik ben daar pas een jaar geleden gaan wonen. Omdat ik eigenlijk niet meer om gezondheidsredenen, tuin en alles aan kon. Toen ik het najaar inging en ik weet dat dat voor mij de slechtste tijd is om gezondheidsredenen. En ik dacht van ik kan niet 4 keer per dag met de hond lopen. Ik heb hulp nodig. Mijn schoondochter heeft me erbij geholpen. Die woont in een andere gemeente en wist dat hij ook een vrijwilligerscentrale was. Dat zei ze, dat moet in Twello toch ook zijn. En zo zijn we eigenlijk gaan bellen. En zo zijn we bij Kijk in de Kernen gekomen. Toen is er een advertentie geplaatst. Met een foto van mijn hond erbij. Ik denk een hele goede duidelijke omschrijving. Want ik heb 10 meldingen gehad die mij wel wilden helpen. Om een maatje voor mijn hond te zijn. Toch eens een keer in de week een uur lekker te gaan lopen. Dat die hond goede beweging heeft als ik het niet kan. Dat is dus echt fantastisch geweest. 10 meldingen waarvan ik natuurlijk niet iedereen daar gebruik van kon maken. En heb 7 mensen weer keurig afgebeld, gemaild of wat ook maar. En ben met 3 verder gegaan. Die hebben mij het najaar en de winter doorgeholpen. En zijn nu ook heerlijk voor mij bezig in de zomer. Hun doen het met heel veel plezier en ik ben er enorm mee gemast. De mensen die je nodig hebt daar, als je met een vraag zit, ze zijn altijd even vriendelijk. En
ja, alles loopt daar. Heb je een vraag gedaan en is het dan beantwoord? De advertentie wordt er vanzelf weer uitgehaald of hij wordt herhaald. Ik ben zeer tevreden. Ja, wat een mooi voorbeeld hoe kijkende kern een succes kan zijn. Ja. Hoe is dat voor jullie nou om te horen? Ja, dit is hartverwarmend. Ja, hartstikke mooi. Dit is een voorbeeld. Daar hebben we zelf intensief van dichtbij aan bijgedragen. Ze zegt het ook zelf van, de advertentie werd weer verwijderd. Normaliter is dat natuurlijk iets wat iemand zelf doet. Ja, iemand heeft een eigen account, plaatst iets en daar wordt op gereageerd. Deze mevrouw had wat meer ondersteuning daarin nodig. Dus die hebben wij geboden. Ja. Ja. Dus jullie helpen ook iemand die dat misschien even nodig heeft. Ja, ja. En hoorde ik nou goed dat er 10 mensen haar hond wilden uitlaten? Dat is echt een hele hoop. Is het altijd zo dat je zoveel reacties krijgt op als iemand wat plaatst? Nou, dit is wel een heel mooi aantal, hoor. En ik denk in een toch wel, ja, niet een heel grote stad, zeg maar. Hè? Terwijl het is ook zelf nog wel echt een dorp. Is het gewoon een heel mooi aantal. En ja... En bij andere reacties, bij andere advertenties of hulpverzoeken zien we ook al dat er wat, soms wat minder wordt gereageerd. Mm-hmm, ja. Ja. En is het uiteindelijk wel zo dat iedereen die wat plaatst op het platform, dat die uiteindelijk geholpen is? Hoe is dat? Ja, we zullen geen 100% score hebben, dat geloof ik niet. En wat ik al zei, mensen plaatsen normaliter zelf een bericht en daar wordt weer op gereageerd. Dus daar hebben wij dan ook als zeg maar regiegroep kijkende kern, hebben we geen zicht op. Mm-hmm. Nee, maar wel vaak en vaak veel reacties. Ja. Ja, het zullen er niet altijd 10 zijn. Dat kan ik niet garanderen. Nee. Maar gemeenschapszin vraagt wel enige wederkerigheid. He, dus deze mevrouw is heel goed geholpen, was heel tevreden over. Maar er zat niet iets wederkerigs, had het alsmaar over ik werd geholpen en ze ging aan het werk voor mij. En ik vroeg me af van, goh, wordt dat ook gestimuleerd, die wederkerigheid? Ja. Ja, maar we hopen ook dat het vanuit het contact inderdaad, dat zij misschien ook wel iets voor de ander gaat doen. Ja, ja, natuurlijk stimuleren we dat. Maar, jullie dat? Hoe stimuleren jullie dat, Ries? Oeh ja, dat is natuurlijk heel erg casusafhankelijk, denk ik. Wij bij Mens en Welzijn, we benaderen wel zoveel mogelijk casussen vanuit de ABCD-methodiek. Waarbij je echt gaat kijken... ABCD, ja, je gaat asset-based, ja, inderdaad. Je gaat echt kijken waar iemands talenten zitten. Wat hij of zij allemaal wel kan. Hè? In plaats van dat iemand alleen maar wat komt halen, dat hij ook wat komt brengen, inderdaad. Dus daar zijn wij binnen onze organisatie en zo zijn we daar wel heel bewust mee bezig. Ja, ja, en dat is ook iets waar mijn buurtje als leverancier van de website natuurlijk ook achter staat. Ja. Mm-hmm. En ja, het hele platform is daar eigenlijk al op gebouwd. Ja, want mijn buurtje die levert dat platform. Hoe is jullie samenwerking met mijn buurtje? Ja, prima. Ja. Ja, ze hebben echt een heel persoonlijke benadering, zeg maar. Het is gestart met een training aan de buurtverbinders. Dus waren bij ons ook vooral wel de dorpscontactpersonen. Mm-hmm. Je wordt echt heel persoonlijk meegenomen. Je mag zelf ook je naam verzinnen. Dus het eigenaarschap wordt ook al direct wel bij de betrokkenen in de gemeente gelegd, zeg maar. Ja. En nu, ja, nu onderling ook, de contacten zijn heel goed. Ze denken mee over doorontwikkelingen. Ze hebben een heel toegankelijke service desk. Dus ja, daar zijn we heel tevreden mee. Ja. Hey, en als je bedenkt dat de andere gemeenten nu zitten te luisteren, wat zou jij hen aanraden om te doen? Wat is een succesfactor van hoe jullie dat gedaan hebben? Kijk, wanneer je met een platform zoals deze wil starten, ben je wel eigen afhankelijk van de zogeheten buurtverbinders. In ons geval zijn dat veelal de dorpscontactpersonen die rol vervullen. Dat zijn eigenlijk de lokale promotors van het platform. Hè? En die zorgen dat er hopelijk een sneeuwbaleffect op gang komt. Dat mensen mee gaan doen. Kun je wat meer vertellen over die dorpscontactpersonen? Wat is hun rol? Wat doen zij? Ja, de exacte rol die verschilt al per kern. Of die kan verschillen per kern. In alle gevallen ben je wel verantwoording schuldig aan de dorpsbelangenvereniging. En in samenwerking met de dorpsbelangenvereniging, dan bepaal je de doelen van de dorpscontactpersoon. Als ik kijk naar mijn eigen rol, ik doe het samen met mijn vader.
Wij zijn er vooral voor de leefbaarheid in het dorp. Mm-hmm. Dat vinden wij vooral heel, heel belangrijk. Dus met name een hoop dingen organiseren. Maar daarnaast ook een stukje communicatie. Zoals de nieuwsbrief waar Chris al aan refereerde. Maar met name veel dingen organiseren, optuigen. Dus de opdracht. Leuk. Ja, het is leuk dat je dat met je vader doet. Hoe dat zo? Ja. De eerste dorpscontactpersoon, die stopte er denk 2018 mee. Dus toen kwam er een vacature. En mijn vader en ik, mijn vader is al zijn hele leven lang sociaal-maatschappelijk betrokken. Ook geboren, getogen in Willep. Heeft daar zijn wortels. Oh, wow. En dus het is mij wel met de paplepel ingegoten. We zitten samen ook in een Goede Doelenstichting bijvoorbeeld, die we hebben opgericht. Dus wat dat betreft valt de appel niet ver van de boom. En toen die functie vrij kwam, toen had hij zoiets van, ik wil het wel doen, maar dan wel met jou. Mm-hmm. En ik ga het niet alleen doen. En daar stond ik uiteraard wel voor open. We zijn complementair aan elkaar. Dus dat gaat hartstikke mooi. Superleuk. Ja. Leuk om dat met je vader te doen. Ja, daar hoor ik vaak leuke reacties over. Dat lijkt me heel uitnodigend. Ja. Ja. En jullie staan eigenlijk ten dienste van de behoeften van de gemeenschap. Ja. En van de leefbaarheid binnen die gemeenschap. Exact. Hoe dat komen is voor jullie ons dan, heel belangrijk. Ja. Ja, hoe komen jullie dan aan activiteiten? Waarom pak je iets op? Hoe bereiken ze jullie? Ja, wij zijn heel toegankelijk. En kijk, ik heb het hier over een dorpskern van 1000 inwoners. Ja. Wel met een groot buitengebied. Maar ik denk dat 99% in het dorp ons wel kent. Ach, dus, en anders komen ze wel bij de belangenvereniging terecht. Of, En geldt dat ook voor de andere dorpsondersteuners, dat iedereen hen kent? Ja, zijn het altijd mensen uit die gemeenschap zelf? Ja, het zijn meest, dat denk ik wel. Ja. We hebben het al ook over dorpen van, ik denk dat Klarenbeek richting de 3000 inwoners gaat, maar tussen de 1000 en 3000 inwoners. Twello is daarnaast verreweg de grootste kern met 14.000 inwoners. Dus daar zit ook wel de grootste markt voor zo'n kijk in de kernen, hè, voor zo'n online platform. Even een platte vraag. Krijg je voor betaald om dorpscontactpersoon te zijn? Ja, voor dorpscontactpersoon zijn, dan krijg je een vergoeding. Ja, okay. ja. En de gemeente, ik neem aan dat de gemeente dat betaalt, die maakt daar dus budget voor vrij. Ja, wij maken er inderdaad budget voor vrij. Het budget gaat naar de dorpsbelangenorganisatie. En de dorpsbelangenorganisatie geeft de opdracht aan de dorpscontactpersoon en regelt daar de verdere vergoeding. Ja, ja. Exact. Hey, en eenmaal dorpsondersteuner, altijd dorpsondersteuner? Of word je geëvalueerd? Hoe werkt dat dan? Ja, nee, dat wordt zeker geëvalueerd. En ieder jaar wordt er een ook vanuit de gemeente een plannetje verwacht, hè, van wat ga je doen. Ah, ja. Dus nee, zeker niet eens en altijd. Nee, ik geloof niet dat goed is. Nee, dat het zou werken. Nee. Chris, als we even naar jou gaan. Wat is volgens jou het grootste succes van Kijk in de Kernen? Ja, dat het echt gedragen wordt door de lokale gemeenschap. Ja, en dat dorpen inderdaad ook zelf hebben gezegd van, we gaan eraan meedoen. En dat vooral. Ja. Doen alle dorpen mee? Ja, de ene doet actiever mee dan de ander, dat moet ik wel zeggen. Mm-hmm. Maar eigenlijk komt van elk dorp komt er wel content op de site en zijn wel mensen betrokken. Ja. Ja, nou, en inderdaad wat Guus zei, Twello is natuurlijk nog voor ons ook nog wel de uitdaging. Twello heeft inderdaad de meeste inwoners. Is toch wel een kern met een iets andere achtergrond. Ja. Mm-hmm. Wat minder dat gemeenschapsgevoel nog. Wel veel in het verenigingsleven. Ja. Maar wat minder gevoel bij wat een wijk of een buurt is. Dus daar zijn we nu ook al onderzoek naar aan het doen. Van hoe gaan we daar als gemeente actief worden. Of vertel, omdat je bedoelt dat die 14.000 inwoners dat vrij groot is, zodat niet iedereen kent, zoals bij 1000 bij jou het geval is. Exact. Ja, dat is wel echt een verschil. En dan heb je ook nog steeds maar één dorpsondersteuner. Nou ja, in Twello is er dus helemaal geen dorpsbelangenorganisatie en ook nog geen dorpsondersteuner. Hmm. Dus we zien wel dat er een aantal initiatieven ontstaan. Dat stimuleren, daar zijn we ook mee in gesprek. Hè. Mensen die bijvoorbeeld een speeltuin willen opknappen of een jeu de boelbaan willen aanleggen. En we hopen dat van daaruit misschien ook al een soort van wijkorganisatie gaat ontstaan. Ja, maar dat is echt nog wel experimenteren. En hoe komt dat, denk je? Want zo groot is 14.000 nou ook weer niet. Nee, ja. Ja, ik denk jullie hebben wel een treinstation, dat heb ik wel gezien. Nou, die is ook een tijdje weg geweest, maar die is er terug. Ik denk ook dat,
historisch gezien, Twello, ja, ze heeft gewoon een andere oorsprong. En de laatste jaren is Twello ook al behoorlijk gegroeid. Het ligt tussen Deventer en Apeldoorn in en Zutphen. Dus eigenlijk midden in de stedendriehoek. Met een mooie landschap, ook gewoon een aantrekkelijke kern om te wonen. Ja. Dus ja, in de laatste jaren zijn er ook heel veel mensen nieuw bij komen wonen. Ook een aantal nieuwbouwwijken. Dus ja, dat maakt het toch al wel anders. Ja. Dus er is een soort van importcultuur, wat het misschien wel anders maakt. Ja, ja. Dat neuburschap, dat nog niet helemaal doorgedrongen is in al die nieuwbouwwijken. Ja. Ja. Oh. Ik denk dat daar ook wel, daar gaat het natuurlijk ook gewoon door. En volgens mij gaat Guus zelf ook in een van die nieuwbouwwijken wonen. Ah. Dus dat komt helemaal goed. Het gaat wel op uit. Ja. Hoe is dat voor je dan om in Twello te gaan wonen? Ja, ik... Ja, het is, de afstand is denk ik 2,5 kilometer of zo. Oh ja. Eigenlijk, ja, maar het is toch een wereld van verschil. Als je kijkt naar de oorspronkelijke kaarten van het kerkspel, dan is het eigenlijk Willep Noord. Waar ik kom te wonen. Nou goed. Net aan de andere kant van de snelweg. Dus ja. die binding zal er echt nog wel blijven. Ja. Daar ben ik absoluut niet bang voor. Maar jij kan dan toch geen dorpsondersteuner zijn van Willep als je in Twello woont? Dat denk ik ook niet, nee. Maar je kunt wel een dorpsondersteuner worden in Twello. Maar ik kan mijn vader nog altijd blijven ondersteunen op een afstand. Zeker. De dingen die ik nu doe, die kan ik ook heel goed doen. Ondanks dat ik 2 kilometer verderop woon. Ja. Dus daar ben ik niet zo bang voor. En aan het begin van het gesprek noemden we ook als een van de doelen van dit initiatief Kijk in de Kernen om ook meer verbinding tussen de dorpen mogelijk te maken. Ja. Hebben jullie dat al bereikt? Waar kunnen we dat aan zien als dat zo is? Ja, ik denk ook even aan de coronatijd, Guus. Mm-hmm. In de coronatijd heeft ons wel een beetje geholpen, zeg maar, met het bekendmaken van het platform. Grappig. Ja. Op een gegeven moment gingen we ook starten met de campagne Aandacht voor Elkaar, waar Kijk in de Kern ook heel erg belangrijk in was. Hè. Wat je hebt, moet je ook zichtbaar maken. En inderdaad, elkaar helpen hebben we echt via Kijk in de Kern gepromoot. Maar het kwam ook al vanuit de dorpsbelangenorganisaties, van wat kunnen we nou doen in het dorp? En een aantal dorpsbelangenorganisaties heeft toen het idee opgevat om met hulpkaartjes rond te gaan verspreiden. Mm-hmm. Gewoon een leuk ansichtkaartje met achterop, of daaraan vast eigenlijk een strookje waar mensen konden aangeven van ik wil hulp krijgen of ik wil hulp geven. En dat werd ook weer gekoppeld aan Kijk in de Kern. Dat idee, dat kwam eigenlijk via het netwerk dat we hebben, ging dat van dorp naar dorp. En op een gegeven moment hadden we ook de corona boekjes. Ik weet niet of Guus daar nog iets van wil vertellen. Ja. Dat is ook inderdaad vanuit de dorpsontakpersonen ontstaan. Gewoon een blanco boekje de wereld inbrengen. Met een kleine instructie voorin. Waarin eigenlijk alles mag. Ja, mits het een beetje conform de normen en waarden is. Hè? Maar waarin je je gedachten op kan schrijven, een tekening kan maken. Met als enige regel dat je hem in de loop van de tijd weer doorgeeft aan iemand anders. Oh, ja. Of je diegene nou kent of niet. En dat die in de dorpskern blijft. En dat boekje dat rouleert volgens mij nog in verschillende kernen. Op een gegeven moment zit geen GPS-trekker of zo, dus je raakt op een gegeven moment kwijt. Als die eenmaal vol is, dan staat er wel achter in het boekje van, nou, lever hem weer in daar en daar. En dan hoop ik dat een mooi naslagwerk oplevert. Maar daar is nog geen één ingeleverd? Weet ik eigenlijk niet zo goed. Ja, in Klarenbeek volgens mij wel. In Willep roleert hij nog in ieder geval. Maar... In Klarenbeek is hij ingeleverd. Ja, volgens mij wel. Wat is de opbrengst? Ja, daar staan gewoon leuke verhalen in. Maar ook tekeningen. En het is gewoon wel erg leuk. Ja. Wat een leuke manier. Ja. Ja. En sowieso was Kijk in de Kernen voor ons ook wel het platform waar goede initiatieven zichtbaar werden. Mm-hmm. Dat doen we sowieso al wel met maatschappelijke initiatieven in de gemeente. Als we daar een subsidie op geven, dan vragen we sowieso al om ook wel op Kijk in de Kernen te plaatsen. Ja. En met de coronapagina's, speciale pagina's in de krant die we ook hadden. Zag je dat mensen dat ook echt gingen doen. En dat er heel veel initiatieven gedeeld zijn. En zichtbaar werden, ook op het platform. Ja. Maar vervolgens weer terug in de krant ook wat over gingen schrijven. Ja. Dus. Ja. En als we nou tot slot eens kijken naar de toekomst. Kijk in de Kernen over 5 jaar. Hoe ziet het eruit, Chris? Ja, nou, we hopen natuurlijk op een nog bloeiender platform. Waar nog meer mensen zich hebben geuit, zeg maar, op welke manier dan ook. En daar ook met trots vertellen over wat zij doen in hun buurt of in hun wijk.
En ja, daar hoop ik eigenlijk op. Ja. Ja. Nou, dus, wij ook. Ja, ja, eens. Ja. Ja, ik hoop echt dat het een begrip wordt. Hè? En dat mensen... Dat iedereen ermee bekend is. Dat iedereen het op zijn telefoon of... Nou, ik weet niet, voor 5 jaar nog allemaal... Ik denk, maar dat we allemaal nog een mobiele telefoon hebben. Denk over 5 jaar. Maar, maar dat het meegaat met zijn tijd qua digitale ontwikkeling. Dat wil ik eigenlijk zeggen. En dat het een begrip wordt. En dat we elkaar nog sneller kunnen vinden op deze manier. Ja. Mooi. Dank jullie wel. Hiermee komen we alweer aan het eind van dit gesprek. En deze voorlopig laatste aflevering. Ik wil jullie heel erg bedanken natuurlijk, Chris, Frenke en Guus Kroes. Dank voor de komst naar deze prachtige studio in Wijkcentrum Waterkracht. En voor het delen van jullie ervaringen. Wil je nou meer weten over Kijk in de Kernen als luisteraar? Ga dan naar kijkindekernen.nl. Voor iedereen bereikbaar, niet alleen voor de inwoners van Voorst. En tot slot, mijn collega Lou, die wil ik ook heel graag bedanken. Dank je Lou. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het leuk. In het begin denk je van, hè, een dorpsplein, een digitaal dorpsplein. Waarom? Waarom zou je dat nodig hebben als gemeente waar nulburschap zo centraal staat? Wat voor mij heel duidelijk werd, is dat zo'n digitaal platform wel echt een functie heeft. Zeker gekoppeld aan dat niet-digitaal aspect van die dorpsondersteuner. Dat maakt het wel cruciaal. Dank jullie wel. Mooi gedaan. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Meer informatie over Movisie en over dit project Wij in de Wijk kun je vinden op www.movisie.nl. Tot ziens!